song, sing this is the life. When you wake up in the morning with your head first past the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing the song, singing this is the life. When you wake up in the morning with your head first past the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Ik ben Evelyn en ik ben vandaag weer hier voor jou voor een nieuwe les, een ukulele les. En vandaag gaan we leren This is the Life van Amy McDonald. En we gaan het op ukulele leren. Het is een beetje een gevorderde les, dus kijk eventjes of die voor jou oké is. Er zijn 4 akkoorden die je bij dit nummer speelt. Dus dat maakt het eigenlijk wel weer wat makkelijker, eenmaal als je de akkoorden kunt spelen. En ik ga inzoomen op de linkerhand en op de rechterhand, dus daar gaat hij. De akkoorden die we spelen en nodig hebben in het akkoord, of in dit lied, is een cis mineur. En die ziet er zo uit. En ik zal zo meteen laten zien hoe je die maakt. Het A-akkoord op deze manier. Of straks op die manier. Het E-akkoord. En het Gis-mineur-akkoord. Oké, goed. We gaan beginnen met het Cis-mineur-akkoord. Het Cis-mineur-akkoord maak je als volgt. Je gaat naar de 4e positie. Daar maak je een barré met je wijsvinger. Daar mag je met je middelvinger een beetje druk bij zetten. En je zet je ringvinger, die zet je op de 6e positie van de eerste snaar. En als je die dan bij elkaar erbij zet, heb je het Cis-mineur akkoord. Dit kan wel wat oefening vergen, maar als je het goed oefent en zeker als de actie van je ukulele niet te hoog is, moet die eigenlijk wel te doen zijn. Oké, dus de Cis-mineur. Daarna krijgen we een A en vanuit deze greep kun je eigenlijk heel makkelijk een A maken, dus je hebt de Cis-mineur. Nou zetten we de middelvinger erbij op het 5e vakje van de 3e snaar. Maar je kunt natuurlijk ook een gewone A maken en die zit hier bovenaan op de hals. Middelvinger op het 2e vakje van de 1e snaar en de wijsvinger op het 1e vakje van de 2e snaar. Zo dus. Gaan we daarna de E maken. We maken een normale E. Dus we zetten de middelvinger op het 4e vakje van de 1e snaar. Ringvinger op het 4e vakje van de 2e snaar. Pink op het 4e vakje van de 3e snaar. Dan draai je hand een klein beetje, zet je je wijsvinger op het 2e vakje van de onderste snaar. En dan heb je het E-akkoord. Vanuit dat E-akkoord gaan we het Gis-mineur akkoord maken. En wat we nou eigenlijk doen is we laten de wijsvinger en de pink die laten we staan. Maar we gaan de middelvinger en de ringvinger die gaan we draaien. Dus til je middelvinger nu eens op. En die zet je neer op het 3e vakje van de 2e snaar. Sorry. En dan gaat je ringvinger, probeer goed die andere vingers te laten staan, op het 4e vakje van de 1e snaar. En dan krijg je eigenlijk hier zo'n driehoekje wat naar boven wijst. En de wijsvinger die staat dan op de 2e plek. Dus nog een keer vanuit de E. Je tilt de middelvinger op, die zet je op de 3e fret van de 2e snaar. Ringvinger op de 4e fret van de 1e snaar. Oké. Misschien vergt het je wat tijd om de akkoorden eerst te leren. Nou, dan is dat, lijkt me dat een goed idee om dat eerst even te doen. En het liedje gaat vrij snel. Tempo is vrij snel. Maar we gaan proberen te kijken van, oké, hoe spelen we het? Want het zijn natuurlijk alleen maar 4 akkoorden. En we beginnen met de Cis mineur. Well, the wind whistles down. Eigenlijk zou je die even, om gewoon even te oefenen, zou je hem 2 keer kunnen aanslaan. Dan ga je naar de A, laten we maar even een gewone A maken. The cold dark street tonight. Dan gaan we de E maken. And the people, they were dancing. Nou krijg je die wisseling. To the music fine. En dan ga je weer terug. And the boys chase the girls with the curls in their hair. Why the shiny man that you sit away over there? The
songs to get a lot of each one better than before. Nou, dan ga je met het refrein ga je gewoon verder en je zingt de songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and you have first twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing the songs. Dus je merkt, hè, steeds per akkoord sla je dan twee keer aan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Het is zeg maar per maat steeds de eerste tel die je speelt. En ja, maar we gaan natuurlijk even kijken naar het loopje. Of met de rechterhand, wat je doet met de rechterhand. We spelen daar neer, neer op. Langzamer afbreken, zeg maar. Dus je speelt neer. We maken de cis mineur. En dan spelen we neer, neer, op, op, neer, op, neer, neer, op, op, neer, op. Naar één. Cis mineur. Met de nagel van mijn wijsvinger neer, nagel van mijn duim op. Je kunt ook deze drie vingers gebruiken. Het is een strumpatroon dat eigenlijk vrij vaak voorkomt in de popmuziek. En dus ja, eenmaal als je deze kent, dan kun je het bij veel meer liedjes eigenlijk toepassen. Tempo gaat wel een stukje sneller, dus we gaan eventjes kijken dat we de snelheid ingaan. Weet je wat, we gaan even samen spelen. Ik ga proberen het tempo een beetje omhoog te krikken. Dus speel je mee? Daar gaat hij. Dus we maken een cis mineur. 1, 2, 3, 4. Neer, neer, op, op, neer, op, neer, neer, op, op, naar A. Thank you.
natuurlijk niet of jij mij helemaal kon volgen, dat het misschien veel te snel ging. Is natuurlijk ook helemaal niet zo erg en ook helemaal niet zo raar dat het dan in één keer niet gaat. Als dat dan lastig is, dan raad ik je aan om eerst dat neer op, om dat eerst goed te oefenen in een langzaam tempo. Super langzaam. Probeer het gewoon meerdere keren achter elkaar. En voor mij part gewoon in een heel traag tempo vandaag en morgen weer nog een keer. En van lieverlee steeds een beetje dat tempo gaan versnellen. En op een gegeven moment ga je het in je rechterhand ga je het voelen. En uiteindelijk zo snel dat het dus op een gegeven moment tempo is van het origineel van het liedje. Overigens, mijn grootste tip bij het leren van liedjes is altijd luister heel goed naar het origineel. Hoe gaat het ritme? Hoe gaat het tempo? Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Oké, dan was er nog één dingetje wat ik je aan het begin van de les eigenlijk verteld had. Was dat je op een andere manier de A kon pakken. Nou, we hadden natuurlijk die sismineur, die hadden we al zo gepakt. En toen had ik gezegd van, nou ja, kan je middelvinger kan je er gewoon bij zetten. Als je veel met barrees al werkt, dan zul je er niet zoveel problemen mee hebben. Want dan is dat eigenlijk fijn, want dan hou je je hand in dezelfde stand. En dus dan krijg je eigenlijk dit. Sismineur. Je hand steeds op de vierde positie houdt voor de twee akkoorden en op de tweede positie voor die twee akkoorden. Dus dat maakt het voor je hand wat rustiger. Ik kan me voorstellen dat dat lastiger is, misschien als je nog niet zo lang speelt in de spieren van je vingers. Maar geloof me, als je dat heel vaak oefent, dan worden je spieren steeds sterker en gaat het gewoon lukken. Wat ik nog voor een variatie deed, was, ik speelde in het beginstukje speelde ik eerst sismineur. Dan speelde ik de A hierboven en dan ging ik op een gegeven moment de tweede maat ging ik een gewone A spelen. Dan krijg je iets wat variatie. Kijk, luister maar, dan klinkt het zo. Snel door de les heen, maar dit was hem al. En het hele liedje is natuurlijk deze akkoorden doorspelen, is voor jezelf veel oefenen, langzaam de tekst mee zingen. Wat ook wil helpen is de tekst uit je hoofd kennen en dan ga of meeneurien. En dan zo op deze manier ga je jezelf leren om te spelen en te zingen tegelijk. Ik hoop dat je het een leuke les hebt gevonden. Geef hier onder andere eventjes je reactie. En nou, dan zie ik je bij de volgende les weer. Groetjes, doei! Vond je deze video nou leuk? Check dan eens ook een van mijn andere video's, zoals die hier in beeld komen. En abonneer je eens op mijn kanaal, zodat je steeds op de hoogte blijft van mijn nieuwe video's. Vergeet je deze video niet te liken. En als je nou eens rustig op je gemak ukulele wil leren spelen, download hieronder dan mijn ukulele cursus. Groetjes, en you can roll baby!